Piet. Ja, goeiedag. IJsvereniging in de Haarlemmermeer. Ja, dat klopt. Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, wij zijn IJsselt op Zwanenburg in we schaatsen al tradities lang op ijsbaan Haarlem. En we willen nu ook het, daarom zijn we ook hier om het, de jeugd te proberen te bewegen tot ze ook gaan skileren en dan doorgroeien naar het schaatsen toe. Ja. Eigenlijk, dat is eigenlijk de opzet dat we hier staan. Nou, heb je zelf een wielren-outfit aan? Ja, ik zelf. Dat betekent wel een beetje van, ja, schaatsen houdt niet op, hè? Nee, wat zomers is of fietsen of skileren. Dus skileren is natuurlijk bij uitstek een goede combinatie om voor de winter weer goed voor start te gaan voor de jeugd. In hoeverre is talent nou belangrijk om goed te kunnen schaatsen? Talent, dat is ook heel belangrijk en daar moet je ook heel zuinig mee omgaan. En, maar het wil niet zeggen dat talent altijd eruit komt. Okay. Dat is, doorzettingsvermogen is, vind ik, het belangrijkste. Karakter. Ze willen, karakter. Ja. Als ze willen, dan komen ze er vanzelf. Ja, maar er moet niks. Nou is Barbara de Loor, die is een beetje verbonden aan de sportfair. Ja. Die komen wij regelmatig tegen. Hoe belangrijk zijn nou dat soort kampioenen voor jullie als vereniging? Ja, dat is heel, heel belangrijk. Heel belangrijk. Dan kijken de kinderen toch assortiment tegenop. En zelfs Barbara de Loor natuurlijk, die Olympisch kampioen 1000 meter geweest. Sven Kramer, nou, noem ze allemaal maar op. Dat zijn natuurlijk de talenten, de voorbeelden voor de jeugd. Ja. Daar moeten we het van hebben natuurlijk. Dat is de insteek dat ze daardoor gewoon enthousiast raken. Dan staan jullie op de sportfair. Ja. Ik neem aan dat jullie ook op zoek zijn naar leden. Ja, hoeveel leden hebben jullie al? Op dit moment, ik zou het even niet weten. Ik zag even aan mijn assistent daar. Weet je ongeveer hoeveel leden we aangemeld hebben? Nee, nou ja, ik ga maar uit van een twee. Maar het is een gezonde club. Het is een gezonde club en we staan ervoor. En, het is helemaal op en top. Nou, het straalt er in ieder geval vanaf. Als je ziet hoeveel jeugd het naar zijn zin heeft, is het een goed voorteken. Ja. De koek en zoopie doet het ook goed. Ja, dat loopt dus allemaal voor de kas en voor de winter weer. Voor op het ijs, als het echt natuurijs. Broodjesworst. Kijk. Dus ken niet op hier. Nog een persoonlijke vraag. Ja. Hoe ben je zelf nou begonnen met schaatsen? Nou, ik schaats al vanaf kleins af aan door de Haarlemmeerse polders heen. En ik heb een paar dochters die. Ja, die zijn ook enthousiast geraakt met schaatsen en zodoende ben ik daarin gerold. En op een gegeven moment zit je tot aan je nekken toe, zit je in allerlei activiteiten van de schaatsvereniging. En zo werkt dat, hè. Nou, en dat doe ik met heel veel plezier. Dus de vereniging wordt ook een beetje van jezelf als je lid wordt? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Ja. Heel veel plezier. Ja, dankjewel. En tot in de winter. Ja, oké. Tot ziens. Doei. Mag ik een keertje schuiven? Ja, natuurlijk, kind. Gewoon jij een beetje. Ik ging ook elke keer volgen. Ja, dat bijna was een rond Baarden. Er zit eigenlijk in de hele manier een beetje gespreid. Moet u gewoon nog 15 meter? We zijn aan het fietsen, omdat je in de zomer kan je natuurlijk niet schaatsen. Fietsen. Dus hier is het fietsen, schaatsen, fietsen, skileren en rennen. Klopt, Hugo! Ik ga nu We zijn nu bij IJsclub Zwanenburg. Ja. Nou zien we hier geen ijs. Nee. Skileren. Ja. We zien ook wielrennen. Ja, klopt. Dus jullie zijn ook gewoon het hele jaar door actief. Ja, dat klopt zeker. En hoeveel leden hebben jullie ongeveer? Geen idee, dat zouden we bij de stand moeten zijn. Ah, ik ben maar een rijder. Ja, maar een rijder? Een vereniging is niks zonder leden. Ja, dat klopt. Maar een rijder hoeft zich niet bezig te houden met het aantal leden. Die moet zich bezighouden met de prestaties. Dat is waar, dat is waar. Wat heeft jou nou doen bewegen om lid te worden van de ijsvereniging? Mijn heeft doen bewegen om lid te worden omdat ik heel veel vrienden en vriendinnen had die al schatsten. En daardoor ben ik eigenlijk ook aangestoken met het virus. En dan is het schaatsen of skileren vooral?
Nee, vooral schaatsen, maar zomers kun je natuurlijk niet schaatsen. Dus dan ga je andere uitwegen zoeken. En zo ben je ook aangestoken voor het skileren, wielrennen, hardlopen. En als je dan gaat kijken naast het schaatsen, wat vind je dan zelf het leukste, wielrennen? Wielrennen. Wielrennen? Omdat mijn vader is wielrenner en mijn hele familie is wielrenner geweest. Dus, dus het zit echt in mijn bloed. Schaatsen en fietsen? Ja, schaatsen en fietsen zit echt in mijn bloed. Ik heb het gewoon meegekregen vanuit huis uit. En hoe oud was je toen je begon? Ik was 6 jaar toen ik begon. En tot welke leeftijd kun je dit ongeveer doen? Tot elke leeftijd die je maar wil. Het is niet alleen gewoon wedstrijdreis, maar je hebt ook recreatie. Maar ik zie daar de leider aankomen van de ploeg van vandaag. Als u vragen wil stellen. Gaan we daar eens even naartoe. Ja. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Weggaan.